Tom van Weert is vanmiddag gepresenteerd in de Euroborg. De 26-jarige spits tekende het contract dat hem voor 3 jaar aan de trots van het Noorden verbindt. De aanvaller komt over van Excelsior uit Rotterdam. Hij kon uit verschillende clubs kiezen, maar koos uiteindelijk voor de FC. Vanaf het begin had ik een heel goed gevoel bij FC Groningen. Door de wedstrijd die ik heb gespeeld, door het volgen van het voetbal. En ik had hier gewoon het gevoel dat ik hier zou passen. En dat ik hier een succesvolle spits zou kunnen worden, denk ik. Dus vandaar de keuze. Van Weert begon zijn carrière bij FC Den Bosch. De laatste 2 seizoenen speelde hij in Rotterdam bij Excelsior. Daar scoorde hij 24 keer in 64 eredivisieduels. De supporters kunnen een hardwerkende voorhoedespeler verwachten die voorop gaat in de strijd en met een neusje voor het doel. Ik denk dat ik een spits ben die altijd op zoek is naar doelpunten. Altijd loert op het kansje. Een spits die hard werkt, die onderweg is, duels aangaat. En uiteindelijk mijn handelsmerk is dat ik overal doelpunten heb gemaakt. 3 keer eerder speelde Van Weert in de Euroborg. Vooral de halve finale van de beker in 2015 staat op zijn netvlies gebrand. De hele sfeer liet een diepe indruk na bij de spits. Het was echt net of je een hartstelfeest binnenkwam. De adrenaline die stroomde door mijn lichaam. Ja, die wedstrijd was gewoon bijzonder. De sfeer was uniek, denk ik. En toen heb ik een heel positieve indruk gehad van FC Groningen. De FC is blij met Van Weert, die vanwege zijn ervaring, werklust en scorend vermogen is gehaald. Door de komst van de spits mag Danny Hoessen vertrekken. Maar op dit moment heeft zich nog geen club gemeld. Daarnaast is de kans groot dat Hans Hatenboer deze zomer vertrekt. Bekend is dat Hans Hatenboer heeft nog 1 jaar contract, wil niet verlengen. Nou, dat betekent wat ons betreft dan verkopen, hè, want anders loopt die transfervrij de poort uit. Op dit moment is er nog geen concrete interesse in een van de spelers van de FC. De selectie start komende zondag op Sportpark De Koepel in Haren om 3:00 met Tom van Weert.